Dit is Drenthe Nu van donderdag 16 februari. Met vanavond Defensieschool in Assen hoopt bij verhuizing naar Havelten op dezelfde faciliteiten. Hulp voor Drentse kiezers bij het stemmen voor de provinciale statenverkiezingen. En voormalig café in Zwarte Meer wordt binnenkort bewoond. Naar regen komt zonneschijn, zegt ze. En vanzelf naar zonneschijn komt weer regen. Nou, die periode zitten we in. Het weer, zo gelijks, naar het Nijs. Goedenavond. De Defensieschool in Assen gaat verhuizen naar Havelten. En hoopt daar op dezelfde mogelijkheden als in Assen. De keus voor de verhuizing, die de staatssecretaris vorige week maakte, is logischer dan het misschien lijkt. Inspectie! Zodat we met Kamer 19 gereden van inspectiestand. Bijzonderheden. Geen bijzonderheden, stand. Zet ze op plaats rust, ga er zelf bij staan. Op de plaats, rust. Iedere ochtend worden om 7:45 de kamers gecontroleerd. Goedemorgen, mannen. Goedemorgen, stand. Ben je alles schoon kunnen krijgen? Ja, stand. Het is een van de vaste onderdelen van de school. Routine en discipline. Ja, wij willen graag eenheid creëren. Dat mensen echt voor het, door het vuur door kan gaan. En dat creëer je door te zorgen dat alles hetzelfde is. Mocht het namelijk stresshoog zijn of dat de dreiging hoog is, dan weten ze ook bij elkaar te vinden wat waar ligt. Nou, dat is natuurlijk wel heel erg makkelijk op het strijdveld. Netjes. School Noord zit hier op dit moment 25 jaar al in Assen, op deze kazerne. We hebben 300 bedden voor de ROC-leerlingen en we hebben 300 bedden voor de AMO-leerlingen. En we hebben over 124 personeelsleden die hier werken. Ja, dus dat gaat om behoorlijke aantallen? Dat gaat, ja, het gaat om grote getallen, ja, absoluut. Na de inspectie volgt het appel en dat betekent haast maken. De scholen van de landmacht zitten verspreid over Schaarsbergen, Oorschot, Assen en Ermelo. De militairen die bij de 13e Luchtmobiele Brigade in Assen gaan werken, krijgen hun opleiding in Schaarsbergen. Terwijl de militairen uit Havelten juist in Assen worden opgeleid. We hebben de school Luchtmobiel in Centraal Nederland. En we hebben dus de brigade, de 13e Brigade zit in Assen. Ja, we hebben hier niet een aparte school nog een keer ingericht voor alleen Assen. Straks gaat de boel dus over de kop. Nou ja, er zijn natuurlijk mensen die hier al jarenlang wonen, vlakbij hun werk. En voor diegene geldt natuurlijk dat ze straks een stukje verder moeten reizen. Want er werken hier mensen vanuit Noord-Groningen of het uithoek Drenthe. En nou, dan is Haafden een stukje verder voor hun. Soldaat Tingen zit in de vierde week van zijn opleiding. Ja. We zijn nu bezig in de gym. Dus de schieten en de WAT, dus wapenhandelingstesten. Dus die heb ik nou net achter de rug zitten. Dus dat is wel heel tof om te doen, de eerste keer schieten hier met een wapen. Dat je er eindelijk echt wat mee doet. Valt het je mee of valt het je tegen? Het valt me tot nu toe mee, maar er zal vast nog wel wat zwaardere tijd komen. Nou, op zich bevalt het mij hier ook wel erg goed. En ik ga straks word ik ook gelegerd op Havelten, dus dan zou het voor mij niet echt heel veel uitmaken. Oké, volgende oefening. Hij heeft het nieuws goed gevolgd. Assen is hier wel een hele mooie plek en een hele mooie kazerne. Waar komt dat door? Wat maakt dit een mooie plek? Ik denk dat van ouds uit, denk ik, mijn vader heeft ook nog op deze kazerne gezeten. Dus het is eigenlijk wel heel tof dat ik hier ook nog mijn opleiding kan volgen. Links, rechts, progressief of conservatief, landbouw belangrijk. Of toch meer huizen of juist windmolens. Nou, grote kans dat u door de bomen het bos niet meer ziet. En niet weet waar uw stem naartoe gaat tijdens de provinciale verkiezingen. Maar gelukkig is er hulp om die keuze te maken. Nog een kleine maand en dan mogen we weer naar de stembus. Om mensen te helpen bij hun keuze op 15 maart... heeft RTV Drenthe samen met Kieskompas een stemhulp opgesteld. Op deze site staan 30 stellingen en door in te vullen wat je vindt... kun je erachter komen welke partij het dichtst bij jouw standpunten in de buurt komt. Er is bijvoorbeeld een stelling over de wolf. In Drenthe is geen ruimte voor de wolf. Nou, ik doe even geen mening. De volgende, de provincie moet meer geld uitgeven aan kunst en cultuur. En zo kun je dus 30 dingen invullen. Ja, die ben ik niet nodig, maar ik denk dat er veel zijn die het wel nodig zijn, inderdaad. Ja, op zich prima. Goed dat je het me zegt, want ik had er niet aan gedacht. Weet u waar u hem kunt vinden dan? Op de sites, denk ik, ja. En heeft u al enig idee waar u op gaat stemmen? Nou, ik weet het niet. Ik weet het dit keer niet, echt niet. Het is zo, ik moet nog de stemwijzer doen, dus ik ga het daar wachten. Politiek kan soms best saai of stoffig zijn, ingewikkeld. En dan schiet Steffi te hulp. Die kun je aanklikken op de site. En zij geeft dan uitleg bij stellingen of bij ingewikkelde woorden.
Welkom bij het Kieskompas met Steffi voor de provincie Drenthe. De N34 is de autoweg tussen Zuidlaren en Ommen. Wat zijn voor u nou belangrijke thema's? Buurt, sociaal. En bent u ook van plan om te gaan stemmen? Ja, ook. En weet u al waarom? Ja, ook. Dus u heeft geen stemwijzer meer nodig? Of denkt u, nou, misschien kan ik nog eens even kijken? Ik kijk voor de zekerheid nog wel even, denk ik, ja. Voor mij veel moeite. De stellingen zijn trouwens opgesteld door journalisten van RTV Drenthe en gaan echt over de thema's die hier spelen. U kunt hem invullen via drenthe.kieskompas.nl. Nou, u heeft nog even om te kijken. Jawel, het duurt nog even, maar gaat altijd sneller dan je denkt. De NAM mag afvalwater injecteren in een leeg gasveld bij Schonebeek. Dat is het advies aan de gemeenteraden van Emmen en Coevorden. Burgemeester en wethouders hebben na extra onderzoek geen bezwaar tegen de plannen van de NAM. Wel moet onder meer worden afgesproken dat een deel van de opbrengst van de oliewinning in de regio terechtkomt. De gemeenten hebben overigens niet veel te zeggen over wat de NAM kan doen in het lege gasveld. Ze mogen alleen maar adviseren. En een oud bewoner van een villa in Willemsoord, net over de Drents-Overijsselse grens, is veroordeeld tot ruim 2,5 jaar gevangenisstraf. Zijn voormalige villa werd gebruikt als crystal meth lab. De politie viel daar in 2020 binnen naar een anonieme tip. Op het moment van de inval was de oud bewoner van 67 jaar in zijn eentje aanwezig. In een schuur, overkapping en kelder werden grondstoffen en eindproducten gevonden met een waarde van vele miljoenen euro's. En van lelijk leegstaand pand tot appartementencomplex. Voormalig Café Kamerling in Zwarte Meer ondergaat een metamorfose. Ooit was het een hotel, warenhuis, slijterij en waren er militairen ingekwartierd. Maar de meeste inwoners van Zwarte Meer zullen het leegstaande pand in het hart van het dorp vooral kennen als Café Kamerling. De laatste jaren stond het te verpauperen, maar daar komt nu een einde aan. Vroeger stonden er een soort van die kleine torentjes bovenop, zeg maar. Die gaan we proberen terug te metselen, zeg maar, zodat het beeld ongeveer teruggaat naar de jaren, wat toen het in 30 er bovenop gebouwd is, zeg maar, het beeld wat in de jaren 30 was. Het oude dorpscafé krijgt straks deels zijn oude uitstraling terug, maar de invulling wordt wel anders. We zijn momenteel druk aan het strippen van het gebouw, zeg maar, zodat we hier in dit gedeelte beneden in twee appartementen kunnen verwezenlijken. Boom twee appartementen en dan op de, naar de rechterzijde van mij komt een klein horecagedeelte weer terug, zeg maar, voor het dorp, zeg maar, dat ook, de gemeenschap er ook nog weer wat aan heeft. Nou, hier zijn we dan in het gedeelte wat het horecagedeelte moet worden, zeg maar. Dit laten we ook in het oude beeld, zeg maar, zoals het altijd was. We proberen het aan te kleden, zeg maar, met items van vroeger. Ik denk dat dit een van de eerste gemeenschapshuizen, zeg maar, van het dorp was. Het is al van begin 1900, zeg maar. Het is net voor 1900 gebouwd, na 1900 verkocht aan de familie Kameling. Het is altijd een plek geweest waar de dorpsgemeenschap samenkwam. Het was een slijterij, het was een warenhuis. Het Nederlandse leger was hier nog gestationeerd tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wat heeft dit pand niet betekend? Ook later, zeg maar, voor de gemeenschap. Carnaval zat hier, biljartploeg, dartploeg. In het weekend zat de jeugd hier, de voetbal zat hier. In principe iedereen heeft hier wel een herinnering. Het kroegje blijkt een ware schatkist te zijn voor bijzondere vondsten, merkte Knol tijdens het strippen van het pand. Nou, dit hebben we dus gevonden in het gebouw, zeg maar. Vroeger werd het dus behang op de muur, eerst met een laag krant, dan het behang erop. En daar bleek allemaal kranten achter zitten. Deze zijn toevallig van 1969, nou ook al een mooie tijd geleden. Op het andere gedeelte van gebouwen is al van 1934 gevonden. Maar ook oude dingen, zeg maar, zoals bakkelietschakelaars, andere dingetjes, heel oude vloerbedekking. Alles is teruggevonden in het gebouw. Die gaan we straks in lijsten maken en hier terugbrengen in het horecagedeelte. Over anderhalf jaar zit de verbouwing van het pand erop. Hij van Rusthold en van Ruimte, dan kun je heel best wezen aan de Oostermoerse vaart, oftewel de Hunze tussen Gieten, of Bonn moet ik eigenlijk zeggen, en Bonnerveen. En hij van een beetje miserig, regenachtig, gries weerhold, dan kon je vandaag ook heel best wezen, maar dat was het. Ik heb nog niet gezegd of het zonnig hier komt, deur. Zo kan het verkeerden met het weer. Vanavond is de verwachting in ieder geval dat het rond een graad of 8 blijft qua temperatuur. Eerst nog droog en bewolkt, later komen wat lichte regen. Morgen trekt de wind van aan. De dag begint dan boezig en ding de middag wordt alsmaar boezeriger. Een windkracht van 5 of misschien wel 6 boven, zoals dat zo mooi noemt. Droog, maar ook lichte regen is mogelijk. En koud wordt het zeker niet met een graad of 12, sommige steden zelfs graad of 13. Tegen de avond dan giet de wind liggen en dan giet de temperatuur een deel.
Nou, en als we dan nog even een beetje vooruit blikt. De koe zaterdag zeggen dat het zaterdagmorgen giet regen. Zoals nou lekker in ieder geval. Tegen de middag wordt het een beetje droger, graad of 9. Gries, zonnigie, die komt er niet aan de pas. Dat zonnigie zien we zondag wel, dan is het ook ietsje droger. Vergelijkbare temperaturen. En na het weekend, dan blijft de temperatuur aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Licht wisselvallig weer met smaak en knipoogie van de zon. Tot morgen. Tot zover deze Drenthe Nu. Meer nieuws vindt u op rtvdrenthe.nl en in onze app. Daar staat bijvoorbeeld dat bewoners en gemeenten steggelen over permanente bewoning op camping De Flatters in Schiphol. Nog een fijne avond en graag tot morgen. Dag.